De dikke boom van Volt die bleek een waardige opvolger te hebben. En die staat in de Brinkheurne. Dan moet ik dus eerst even een verhaaltje vertellen over de familie die daarbij betrokken is. Er was een echtpaar, Jan Albert Mensink en Janna Geertruid Sieverdink. En die verkocht in 1828 de bouwplaats Sieverdink, wat nu de Botweg heet. Die verkocht die boerderij aan Graders Nijenhuis. En toen werd een houtwal, die voor de boerderij stond, die werd geslecht. Alleen de boom die in die houtwal staat, of stond, die is nog altijd bewaard gebleven. En dat is dan de dikke boom. De dochter van de vierde generatie Nijenhuis, dat was Johanna Catharina Nijenhuis, die trouwde met Jan van Prooijen. En zij woonde destijds in het Gelderse Laren. Maar na het overlijden van haar man ging mevrouw Nijenhuis die ging terug naar Sieverdink. En nou, daar zat ze vaak in een kamer. En die heeft landelijke bekendheid gekregen door haar vogelkennis. Ze had in de vensterbank altijd een verrekijker paraat staan. En nou ja, je kon er haast niet komen of ze pakte de verrekijker, want dan moest je natuurlijk meekijken als ze wat bijzonders in de gaten had. Toen mevrouw van Prooijen Nijenhuis overleed, dat was in 2004, werd Sieverdink verbouwd. En toen is haar zoon Hendrik van Prooijen en zijn vrouw Marjolein Nauter hier op de boerderij gekomen. En vanaf 1973 hebben Hendrik en zijn broer Leendert van Prooijen, die even verderop woont, die hebben met enige regelmaat, dat we zeggen jaarlijks, hebben ze de omvang van de boom gemeten. Tussen 1973 en 2018 bleek de omtrek met 98 centimeter te zijn toegenomen. Een groei van 2,18 centimeter per jaar. En omdat de boom in 2018 een omtrek van ruim 6 meter had, zou daaruit een leeftijd van ongeveer 275 jaar, dat is gewoon een rekensommetje, zijn af te leiden. Exacte datum is niet te geven. Hendrik van Prooijen houdt het op een leeftijd van ongeveer 250 jaar. Op 3 september 1975 sloeg de bliksem in de boom. En toen is er een hele grote tak afgebroken. En toen is boomspecialist Copijn uit Utrecht en de Bomenstichting, die zijn gekomen en die hebben een, een hulp, een herstelplan, hebben die ontwikkeld en uitgevoerd. En de boom die staat er inmiddels weer prima bij. Staat midden in een weiland en heeft op warme dagen de functie van schaduwboom. En schaduwboom, dan denk je meestal aan koeien die de warmte ontvluchten en in de schaduw van de boom opzoeken. Maar in dit geval zijn er de schapen. Er zijn geen koeien op Sieverdink, maar er worden wel schapen gehouden. 2018 kwam de boom nog weer in de nieuws te staan. In galerie Foto Objectief in de Meadowse Straat werd een tentoonstelling gehouden en hiervoor hadden 24 fotografen allemaal verschillende aspecten van de boom vastgelegd. En met behulp van deze foto's werd een speciaal boek samengesteld. Nou, dat was de geschiedenis van twee dikke bomen in Winterswijk.